Daar worden dochter man boeien. Eigenlijk kan je concluderen dat ik mijn dochter heb vermoord. Mijn dochter had kennis van zijn gedrag en informeerde mij daarover. En ik heb de keuze gemaakt dat zij met deze man zou trouwen. De 23-jarige Nega Karouji uit Iran werd vorige week doodgevonden in een flat aan de Perengade in Hendrik Ido Ambacht. Vermoord, vermoedelijke dader, haar kersverse echtgenoot. Haar vader is in Nederland om het lichaam van zijn dochter te repatriëren naar haar geboorteland. De jonge Iraanse werd meerdere keren door haar man mishandeld. Dat begon al voor hun huwelijk, tijdens de verlovingsreis. De advocaat van de vader vertaalt voor ons. Hij heeft haar een aantal keren bij de keel gepakt en gezegd, ik zal jou doden. En wij namen het niet serieus. Wij dachten dat dit een grap was. Iedere keer als mijn dochter ruzie had met haar man, belde ze mij en ik stelde haar gerust. Zij vertelde mij, ik ben bang voor hem en ik kan niet met hem leven. Ik kan niet veel in details treden omdat ik het politieonderzoek niet wil belemmeren, maar ik kan u mededelen dat mijn dochter uiteindelijk op een dergelijke wijze om het leven is gekomen. Nigar lag een week lang dood in haar huis, zegt Mahid. Zijn familie wist ervan en hielp hem zijn daad te verdoezelen. Ze vertelde dat Nigar in het ziekenhuis lag. Mahid belde naar alle ziekenhuizen op zoek naar zijn dochter. Hij vond haar niet. Mijn dochter was niet een doorsnee meisje. Zij was ontzettend energiek. Zij was ontzettend slim. Nigar wilde eigenlijk helemaal niet trouwen met haar 28-jarige echtgenoot. Die studeert aan de TU Delft. Toch deed ze het. Voor haar vader. Nu begrijp ik dat mijn mening niet belangrijk was. Dat de mening van mijn dochter belangrijker was. Dat zij meer kennis had. Dat zij meer gestudeerd had. En dat zij de juiste keuze had gemaakt. Chenochtewood.